Die GS. Dit klinkt fucking vet. Tuin, wil je deze piemel van mij aannemen? Nou, ik heb de achterremkabel en die gaan we monteren. Ja, aan de andere kant, juist, ja. Dus dat is groter. Gaan we nu even monteren. Kijk, hier zie je al dat die op één lijn zit met elkaar. En dan zie je dat die dus hier zit. En dan stop je hem iets verder, zo. Dus de kleine kant, dat moet... Richting de kabel. Richting de kabel. Zo, en dan kan je trekken. Ja. En dan zit die vast en dan... Nou, dit is de achterruimkabel en die gaan we nu dus netjes wegwerken door middel van hierin te stoppen en hem dan weg te werken in het gootje wat we hier straks... Ga het even doen. Kijk, nu loopt hij dus zo in een mooie bocht en staat hij niet te strak. Want als je hem te strak doet, dan komt hij zo en dat is dan niet mooi. En dat is ook niet goed hier voor dit stukje, omdat het breekt dat sneller af. Ja. Dus nu zit hij gewoon goed en mooi. Dus dan leggen we hem hier zo neer en dan gaan we kijken hoe die aan de achterkant vastgemaakt kan worden. Hij heeft nu een gezonde boog hier, zoals Sanne net uitlegde. Nu gaan we weer naar beneden. We hebben hem eigenlijk even mooi gelegd. Ik hou hem hier even vast alsof hij in de kabelgoot zit. Dan zit hij hier ongeveer en dan gaat hij hier onder dit poortje door. En dan zit hij hier weer bij een, gewoon weer een afstelling. Dat je echt hier je basisafstelling doet en boven hem fine-tuned. Nou, zoals je ziet is de buitenkabel veel te lang. Dus doe een heel klein knipje, want anders dan ga je natuurlijk dwars door je binnenkabel heen. Maar je doet een heel klein knipje hier. Dat we weten waar we straks moeten gaan knippen. Nu moet helaas de hele buitenkabel er weer af. Want anders dan knip je natuurlijk weer dwars in je binnenkabel heen. Doen dat dan, hij hoeft er niet helemaal af, dat zeg ik trouwens verkeerd. Hij hoeft er maar af tot het punt dat op dat moment in dat stukje hier niet meer binnenkabel zit. Dus eigenlijk als we druk houden, zo. Oh, dat film ik helemaal niet. Ik zie. Kijk, dan nu weten we zeker dat de binnenkabel zit nog wel op zijn, of de buitenkabel zit nog wel op zijn plek. Maar we weten zeker dat nu hier geen binnenkabel meer zit in dit stukje. Nu kunnen we veilig knippen. Nou, we hebben ons stukje hier een beetje voorgeknipt. Doe dit hard in één keer door. Dit is geen goede tang, kennelijk. Ja. Ja, daar ben ik. Oh. Eerst moet je het dopje pakken die je bij je setje hebt gekregen. Het stomme is, die zit heel vaak aan de bovenkant bij de rest. Dus haal die er eerst tussenuit en doe hem dan pas hier erop. Heel stom, maar dat doen ze expres zodat het allemaal bij elkaar blijft. En precies niet dat gebeurt. Ik zag waar die heen ging. Zo, dan blijft natuurlijk de buitenkabel veel netter. Zet daar even een knipje in. Niet te hard. Maar dan weet je zeker dat die op zijn plek blijft. We hebben hem dus nu hier doorheen getrokken. Stijn heeft dit heel hard aangedraaid. En dit hebben we dan gespannen. Die kant op, zodat hij strak staat, zodat hij niet, niet remt, zeg maar. Dat als we hem even testen. En dan doe je even remmen. Zo. Houden we hier. Ik houd het wel vast. Ja. Ik zie dus net op de toonbos dit. Rode letters. Vinden jullie dit mooi of lelijk? Laat het even weten in de comments en dan kunnen we misschien kijken wat Stijn eraan kan fixen. Ja, welke kleur? Ja. Kunnen we geel doen met de rest mee of wit? Weet ik veel. Laat maar weten. Dus mensen, hiernaast bij de toonbos en hier voor mij de onderdelen die er nog op moeten komen nu. Want wij hebben hier via Thomas Shop, die hebben we namelijk gewoon mooi op voorraad, de startoverbrenging voor de elektrische start. Dat gaat dus vanaf je startmotor naar je vliegwiel. En dat kan ik je nu eindelijk laten zien, want dankzij Michel Koops, shout-out naar jou, Insta staat hier,
heb ik een vliegwiel gekregen. Met een tandwiel er dus op. Made in Slovenia. Ik weet niet of je dat scherp krijgt zo, maar... super tof. En hij had nog wat extra's erin gestopt aan goodies. Namelijk een extra startmotor met originele bedrading. Dus dan ga je van eigenlijk deze overbrengen naar deze. En dat kan niet. En daarom bestaat er dus... dit leuke ding. En dit gaat hier erop. En dan vervolgens gaat hij uitzetten. Kun je dat zien? Ja, hij gaat hem op. En dan op hem. Hij gaf er nog wat bedrading bij vanaf het achterlicht, als het goed is. Is dit wat we nodig hebben? Hoi! Nee, gelukkig hebben wij de zuigerstop. Ik denk dat je geen ninja wordt. Ja. One and only. Sucker stop. Stop sucking. Nope. We got the solution for you. Oké. Sucker stop. Sucker stop. Stop sucking. Dude. You suck. Tada! Dan doe ik dat toch altijd even in de weg hoor. Ga eens even aan de kant op. Nuts. Nou, niet echt, want dan moet eigenlijk aan de andere kant die zijkap erop, zodat hij hem bij zich houdt en niet dat hij eruit vliegt of weg wordt geduwd. Dus eigenlijk kan je dat niet echt testen. Waar is de steeksleutel 13? Jij weer gedaan, hè? Ik was het niet dit keer. Ik wil spoilers geven hoor, voor... Oké, toch niet. Ik heb geen lage spelen, meneer de Wee. Tot zo door de keuring. Nee, het zit gewoon niet vast. En dat komt omdat we nog een nieuw onderdeel hebben. Kan niet meer, ja, vrienden. Kijk, we hebben een nieuwe snelheidsmeter. Die zat er ook origineel niet meer op. Dus die gaat er nu tussen. En dan kan die hier klem. Die moet dus even tussen op de as. Maar goed, je gaat toch wat anders doen met de wielen dus. Ja, dat is wel leuk nu voor de video misschien om even mee te nemen. Kom maar mee naar de andere kant. We hebben namelijk al spoilers laten zien hiervan. Want heel veel van jullie hadden gezegd, Stijn... ja, je gaat toch niet rijden met deze velgen onder een complete classic look bromfiets. Correct. Jullie zeiden namelijk spaakvelgen. Maar, één heel groot detail. Deze voorvork heeft origineel, behalve de nieuwe type classic, zover dat die dan dus heet volgens mij gewoon, zijn er geen spaakvelgen voor die passen. Koop je dus de oude spaakvelgen, dus vind jij A3 spaakvelgen, wees semi blij, want achter zal die waarschijnlijk passen. Die brug is volgens mij namelijk nauwelijks veranderd, mits je die dikkere vierkanten hebt. Maar voor is het een totaal andere voorvork, dus het zal nooit passen, nog ook niet voor je trommels. Maar, er is zoiets, en dat heet een... Tomos Packer, volgens mij, en ook de S25, meen ik. En die hebben 12 inch kleinere spaakvelgen. En die hebben deze voorvork. Dus, wat heb ik gefixt? 12 inch spaakvelgen. En deze spaakvelgen zijn natuurlijk gewoon ook allebei trommel, hetzelfde idee. En kunnen dus met dezelfde aansluitingen hierachter voor een vierbout achtertandwiel... En hier dus met datzelfde gaatje ook voor die snelheidsmeter voor de voorvork. It's small. Ja, ze zijn heel klein. Maar wat dus we gaan doen is niet natuurlijk rijden met 12 inch. Want laten we eerlijk zijn, dat is heel klein. En dat staat gewoon niet zo mooi. Er is wel een andere optie en dat is natuurlijk gewoon via poeg/tomelshop. Nieuwe velg halen, en dan heb ik het over puur de velg, niet de naaf. Want deze naven, die gaan natuurlijk gewoon passen op deze tomels. Dus wat we gaan doen, is we gaan de banden eraf halen. Gaan we overigens natuurlijk ook niet meer gebruiken. Vervolgens halen we ook de spaken los, dat we twee losse naven hebben. Die nemen we vervolgens mee naar Tomelshop. En vervolgens laten we daar weer bij... Poeg en Thomas vrienden heten ze volgens mij nu, de velgen omspaken. En om dus ook eigenlijk te laten zien dat dus ook dat weer een optie is voor jou om te doen. Want spaken en velgen kan je kopen bij Thomas en Poegshop. En nu ben ik blind. Dus mensen, één ding en dat is dat ik achterkwam dat
er ook nog een soort van koperen, bronzen, weet ik veel, busmoed in de zijkap. En die zit dan weer aan de andere kant van dat startmotorstuk. Dus die heb ik niet in mijn zijkap zitten, zag ik helaas. Dus dat heb ik ook weer nodig, maar dat ga ik dus weer fixen. Plus hij heeft ook nog een hele gave Thomas waarbij hij een eigen soort van... ja, hydro dip stijl heeft toegepast op zijn frame als, ja, als kleur. Ik laat de foto's zien nu. Super vet, echt heel gaaf gedaan. En ook nog eens in hetzelfde kleur geel. Toen daarna kwam ik erachter dat ik dus niet de juiste ontsteking had. Want Thomas Crew Nederland legde mij uit dat ik maar 2 draden uit mijn ontsteking had. Hij legde me dus wel uit dat die 2 draden in principe gewoon ervoor kunnen zorgen dat de Thomas gewoon werkt. Want ja, je hebt gewoon het ene draad om te starten en het andere draad om via de spanningsregelaar te zorgen voor verlichting. Maar er moet nog een 3de draad uitgaan, zodat ook weer de accu wordt bijgeladen. En dat dus ook de accu kan worden gebruikt voor de startmotor. Dat zorgde ervoor dat ik de verkeerde ontsteking had, maar Thomas Crew Nederland liet me niet in de steek en wisselde dus even de ontstekingen onder voor mij. En nu zit er dus een ontsteking onder waar 3 draden uitkomen. Het enige nadeel is dat dit een grondplaat is waar niet zo'n streepje op staat om te zien hoe vroeg of laat die staat. Kleine tip die ik van Kok trouwens net kreeg was dus, kijk gewoon even op het metaal als je zo'n ontsteking weet te kopen tweedehands, waar die het vaakst is vastgedraaid. Dat kan je een beetje zien aan de slijtage op de grondplaat. Dus op die manier kwamen we erachter wat waarschijnlijk de basisafstelling is. Dus een dikke shout-out naar Michel en naar Thomas Groen Nederland, Jorik, Fengsman, helemaal top. Ja, laten we gaan zien wat hij doet. We hebben hier een verbinding erbij gekregen. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot de achterkant van je carburateur is. Deze krijg je er wel bij, dus dat is die voor ertussenin. En deze bestel je dan zelf. Dat is gewoon een carburateurring voor het luchtfilter van een PABG 15 tot 21 mm. Ja, die schroef je er hier gewoon op. Nou ja, weet je, voor even het gemak. Ik denk dat dat het wel is, maar we zetten deze er gewoon even zo op. Maar vooruit wat het in beslag neemt. En nu dat ik er eigenlijk over nadenk en dit zie, denk ik echt bij mezelf van accu? Hier mensen, accu? Ik denk dat het wel past eigenlijk. Zo mijn vriendin aanrijden, maar... super handig dit. Yes, oké. Dit klinkt fucking vet. Let's go! Volgens mij doet dit ding het wel aardig. Momenteel moeten we de voorbocht moeten we nog inkorten van de uitlaat. Dus hij werkt niet helemaal goed met de uitlaat nu. Maar hij trekt gelijk al goed. Oh. Scoot. Yep. Ik ga de spiegel. Ik weet niet hoe hard hij gaat, maar hij trekt dan wel heel goed, terwijl hij dus eigenlijk een uitlaat heeft die momenteel echt geen reet voor hem kan doen. Maar dit is, oh tering, dit is vet! Maar hij doet het best wel redelijk goed. Hij schakelt netjes door nog steeds, dus dat vraagtekenveertje wat er nu op zit is nog goed. Die koppeling helpt hem ook echt fucking goed volgens mij in combinatie met die kruk. Die uitlaat, mensen, doet nog helemaal niks momenteel wat betreft zeg maar het feit dat de voorbocht is nu veel langer. We hebben hem er verder overheen weten te schuiven. Maar daardoor hebben we de voorbocht niet nog verder ingekort, waardoor ik dus nog een stukje eigenlijk weg moet halen, waardoor ik dan die expansie weer goed kan gebruiken. Zelfs het rubber wat tussen de demper en de voorbocht moet zitten, dat zit er momenteel niet op. Dus hij zal daar sowieso ook nog eens valse lucht trekken, besef ik me nu. Maar goed, het is alleen maar even de eerste test. En ik vind het voor de eerste test al best wel goed geslaagd. Ja, carburatie dus waarschijnlijk nog wel een probleem is. De aansluiting is hier trouwens ook gesneuveld al bij mij, omdat ik dit eroverheen moest beunen en toen brak het af. Ah.
Simon zich heeft gelijk vol gas, dat werkt niet. Haha! Ja, de stuur zit helemaal vast. Alleen we hebben nog geen bedrading verder. Maar goed, dat fixen wij. Rookmelder. Oeps.